Een aantal jaar geleden nam de toenmalige gemeente Groesbeek maatregelen om drugsoverlast te verminderen. Die maatregelen hadden toen veel effect, maar de CDA-fractie in de gemeente Bergendal wil nu nog verder gaan. De fractie wil dat er een compleet verbod op drugsgebruik komt en heeft dat voorstel donderdagavond in de gemeenteraad ingediend. De motie 4 van het CDA, ondersteund door heel veel partijen in de gemeenteraad, hield eigenlijk in dat er een verbod voor het gebruik harddrugs, softdrugs in de openbare ruimte gaat gelden. Dat is sinds maart is het mogelijk dat het strafbaar gesteld wordt via het transactiebesluit om en bij de 100 euro kost een bekeuring als je dus hard- of softdrugs gebruikt in de openbare ruimte. Voor minderjarigen geldt andere regelgeving, daar is het al verboden, maar het gaat met name over de groep van 18 jaar en daarboven die toch wel veel overlast veroorzaken door dat gebruik in die openbare ruimte. Nou, we staan hier in het centrum van Groesbeek en overal doen we hangplekken op. Achter de kerk, hier bij Bellevue, het nieuwe winkelcentrum. Ja, daar wordt toch wel door jeugd gebruik gemaakt van alcohol in de openbare ruimte, maar vooral ook drugs blowen in de openbare ruimte. En dat, mensen vinden dat absoluut niet prettig en het geeft toch een straatbeeld wat je eigenlijk helemaal niet wilt. De meeste partijen die ondersteunden de motie al. We hebben daar natuurlijk van tevoren ook met elkaar overlegd. Dus die reactie was, we hebben hem nodig. Het college vond het ook een prima motie om een begin te maken aan de aanpak, de handhaving van dit probleem. Helaas waren er twee partijen nog die daar anders over dachten. Maar ik denk dat op termijn PvdA en GroenLinks toch wel gaan erkennen dat deze maatregel, dit middel voor de opsporingsdiensten toch wel handig is om op te kunnen treden. Nou, het college, de burgemeester, het sportenfuidehouder, die heeft gezegd bij de eerste beste gelegenheid om de APV te wijzigen, en dat zal vlot gebeuren, komt er een nieuw artikel. In Den Bosch en Rotterdam werken ze al met dat artikel en kan er heel adequaat op de plekken waar het nodig is opgetreden worden.